Ja. Zeg, Bo. Ja, maar los, alsjeblieft. Ja, als... De leren zal dan uit. Nee, we gaan het zo doen. Dat zal niet. Mijn kinders, maar is recht. Jullie het klaar voor hier twee rondloperkatten in die zandbakken uitgezet. So die minste wat ons kan doen is om het schoon te maken. Maar alsjeblieft, mama, we gaan relaxed. Ik is relaxed. Ik is halve urban al na glas rooiwijn. Dieper relaxed. Ze is toch. Ja, ma's frequentie is zo laag bij. Ma. Ach, excuse my kind. Ik kijk net naar die ziel. Ma, wat is fout? Ik voel net zo simpel. Ik hou het om een last te wees. Sal ma nou ophou. Maar zo'n ongemakkelijkheid maakt mij ongemakkelijk. Ik en Gudrun het voor hoeveel jaren in jullie huis gebleven, jullie kos opgevreten en elektriciteit gebruikt. Oh, je pa het gesê hy sal betaal voor die units. Nee, je moet net neerskryf. Het is mijn beurt om voor jullie een beetje terug te geven. Nee, mijn kind, dat is niet hoe dit hoort, nie. Een kind kan niet zijn ouders doeken omruil, nie. Ek gaan definitief niet jullie doeken omruil, nie. Maar ik zal elke avond jullie zandbakken kunnen maken, zolang het jullie nodig het. Je weet, ons het toch net een fondatie en geen postcode, nie. Wat? Ik weet. Dank je, mijn kind. Het is niet makkelijk om bak aan te staan voor die een wat je gebaar het niet, maar... Dank dat je het makkelijker maakt. Als het enigszins zal helpen, mijn postcode is onze postcode. Mijn basisschool goed.